Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier op de Academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit van de NATV in Breda. En we maken vanmiddag mee het nieuwe lectoraat van Paul van de Koevering. Paul, wat ga je vanmiddag allemaal hier aan het publiek presenteren? We zijn hier bij Academie SLM. We hebben studenten in logistiek, mobiliteit en in ruimtelijke ordening, planologie en urban design. Het is van 1200. Vandaag zien we de kick-off van het lectoraat Urban Intelligence. En Urban Intelligence gaat juist over die interactie tussen allerlei vervoerswijzen, tussen de ruimte. En waar we met name op inzetten is op innovatie op dat gebied. Wat bij het lectoraat eigenlijk centraal staat is dus die innovatie en met name de koppeling van die innovatie aan de beleidspraktijk. Wat we op dit moment heel veel zien is dat er allerlei innovaties zijn op gebied van big data, op gebied van virtual reality. En die bieden een enorme potentie eigenlijk om beter onderzoek te doen en daardoor ook beter beleid te kunnen voeren op gebied van mobiliteit en ook ruimtegebruik. En op dit moment vinden wij dat die eigenlijk nog onvoldoende wordt benut. Dus wij willen die potentie beter benutten en we willen juist met die innovaties aansluiten bij de beleidspraktijk. En dan specifiek natuurlijk bij de provincie Brabant om uiteindelijk het beleid, het mobiliteitsbeleid, beter te maken. En dat is echt het vernieuwende aan dit lectoraat, die koppeling tussen beleidspraktijk en kennis. Als je nou kijkt, we hebben hier die middag die we dus bij elkaar komen. Wat kan het beleid nou verwachten? Wat is nou het innovatieve in dit geheel waarvoor je zegt, joh, dat is de reden waarom we hier nou een beetje de trommel willen roeren wat we allemaal aan het doen zijn? Ja, wat we dus op termijn kunnen verwachten is dat die doorontwikkeling eigenlijk van de tooling die we hebben, dus virtual reality, GPS-analyses, dat we die voortzetten, dat we daar echt meters op gaan maken, met name op dat multimodale vlak. En dat we daarmee eigenlijk ook direct het beleid in dit geval Brabant, maar ook in andere regio's gaan ondersteunen. Met andere woorden, wat we hopen dat er binnen 4 jaar zichtbaar is, is dat er slimmere keuzes worden gemaakt en betere keuzes als het gaat over de bereikbaarheid voor alle modaliteiten. Dus zowel fiets, openbaar vervoer, trein, lopen, etc. Nou, dat is in ieder geval heel leuk. Ik denk dat we ook mensen mogen oproepen als ze daar ideeën willen hebben, dat ze dat met jou kunnen delen. En dat we daarin mogen verwachten dat jouw lectoraat een zeer succesvolle start gaat hebben en met mooie resultaten straks de zaken afronden. Dankjewel. Een fijne dag verder. Prettige avond.